Welkom, daar zijn we weer met de Limbo Quiz. Vorige week holden we de kerstversie in, samen met Colla Bemelmans. Welkom bij de kerstfilm van L1. Ja, dat wordt gemengd soms. En nog Colla, kun binnen het klassement dus doen. Wees tegen allemaal op zich de man. Is dat lied van Peppi of van Bach? Geen BNO weet waar op je mag. In de groene Limbo Quiz. Ja, daar zien we weer bij een nieuwe uitzending van de Limbo Quiz van Velke Kids. Even wachten, ik heb een auto. Momentje, wachten. Even wachten. Pizza. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Limbo Quiz op Velke Kids. We zijn vandaag te gast bij een wielrenner, dus in kuintjes lekker getraind heeft. Dat zal de regisseur ze lekker vinden. We gaan naar binnen bij Mike Teunissen, de wielrenner. Ik kon even bellen. Even wachten. Pizza. Ja. Hallo, ja, ik hoor hier van het wachten. Hallo, Mike Teunissen. Zullen we meteen gewoon beginnen? Hè? Dat gaat ook worden gaan. We gaan gewoon meteen beginnen. De introductie. We gaan met eerst even voorstellen aan de mensen. Ja, dat doen we als eerste. Ik ga nog een paar woorden vertellen en dan mag je vertellen wat ze ermee hebben. Maar wel kort, hè? Ja. Dus niet zes uur lang zoals... Nee, kom maar. Oké, IJsselstein. IJsselstein, daar ben ik geboren. Ja? En daar woon ik nog steeds. Oké, goed zo. Proemenvlaai. Proemenvlaai? Ja, lekker. Ja? Ja. Lever proemen en bananen. Dat maakt mij niet zo goed. Liever vlaai dan fruit. Oké. Nou, een hele rare wending neem het aan. Valtteri, hè? Ja, lekker. In de winter. Ja, mooi toch? Lekker. Allemaal lekker. Ik vind het allemaal lekker. Alles lekker. Rabobank. Dat is mijn... En we mogen hier reclame maken. Dat is mijn werkgever en trouwens ook de beste de bank van Nederland. Ja? Heb ze leningen lopen? Zou ik dat ook zeggen? Ja. Liefde? Die heb ik, ja. Ik heb een vriendin en dat is wel jammer, echt, no. Echte liefde. Nee, niet voor mij, maar voor de regisseur. Dromen. Dromen? Dromen. Ik weet niet, iedere nacht. Iedere nacht? Over? Van alles. Oei, dat hotten we nog even open, dan gaan we naar de volgende. Dit is vooral alleen maar om op te warmen. Dus een beetje warm geworden. Ik krijg het al weer, ja. Oké. Dan gaan we door naar de volgende opdracht. Eerste opdracht. Potverdorie. Dus het is wel in de goede positie als ze nu bellenkoekels hebben. Jij of ik? Ja, kijk. We staan hier rug naar rug. En daarvoor, daar staan niet te veel, doe je. Daaronder gaan we nog een paar afbeeldingen klaarleggen. En dan geef ik zo meteen vertellen, eronder schrijven wat het is. Nou, ik wacht op mijn reactie. Is het duidelijk? Ja. En dan gaan we 3, 2, 1. En neem ook zo'n 3. En het gaat op 10. Dus snel, zeg maar help wat ze denkt. Het is een ego. Wij zijn gewoon ego, maar... Wil je zeggen waarschijnlijk iets anders? Ja, dit is een stekelvarken, dan krijg je cadeau hier. Ja, allee, dit is toch een stekelvarken? Ja, kom, het geeft op tiet. Een stekelvarken? Ja. Dat is een bilspleet. Ja. En welk woord zoeken jullie? Ja, dat moest je zelf bedenken natuurlijk, hè. Ik heb die ook een papiertje gegeven, een maar... bouwvakkerspleet. Ja, dat kan ze ervan maken. Nee, dat wil ik gewoon voor bilspleet. Bilspleet? Ja. Ja, volgende, want de tiet is binnen... Dit is hier oerge. Oerge, ja. Oerge. Dus schrijf me dat. Als ze met wielrennen even snel als bij deze, dan ga je het niet gooien. We hebben nog 3, 2, 1. Allee, ja, het mensen! Ha! Een stekelvark, inderdaad. Gewoon zonder een stripje op de E. Maar dat was wel goed. Ja. 1 puntje. De belt 2 puntjes. Wat? Ik hoor in mijn oortje dat we 2 punten kregen. Wie zocht hier een batsenoot of een strutje? Ja, het is niet goed. Nou nee, ja, we kennen niet bezig blijven, hè, met Velke. En hier hebben we de ogen, met het woord dub of oerge. Ja, dat bedoel ik. Dat steekt ogen. Dat bedoel ik. Bedoel 1 puntje. Ja, we hebben 3 punten in totaal. En dan gaan we gewoon naar de volgende opdracht. En dan gaan we nu naar de tweede opdracht. De opdracht gaat op tijd, maar snel zijn beste goden, heb ik van de vrienden gehoord. We geven zo meteen een paar afbeeldingen. En dat is van bekende Limburgers. En die mocht gewoon vertellen wat het is. Bij Zund. Ja, dit is Frans Timmermans in ieder geval. Ja, die gaan we doorbladeren. Dat mogen ze ook zelf doen trouwens. Dit is, ik denk dat Boularoes is? Nee, dit is niet Boularoes. Dit is Paul Vraag. Dat is Paul Vraag. Ja. Volgende, geen op Tita. Ja, Chantal Jansen. Ja, die vind ik wel... Django van Rauwijzen. Ja, maar wie het? Oh, dat moet ik wel weten, hè. Doe de veelnaam eens. Jacques.
Poes. Ja, dan kiezen we maar één puntje. Dat is goed. Maatje Pauwme? Ja, dat is helemaal goed. We hebben 3 punten niet verdiend. Hallo, hier ben ik. We hebben 3 punten niet verdiend, dus dat wil zeggen dat we 7 punten verdiend hebben. En dan doorgaan we naar de volgende ronde. We gaan naar de volgende opdracht, de Professor X. We gaan een paar gezegdes opnemen in het Van Royce, moet ik zeggen. Want dan, gaan we, en dan moest ik gewoon vertellen wat ze betekenen. Wel in Limburg. Ja, dat is goed liggen. Je kunt mee de poekelroetsen. De poekelroetsen? Ja. Ik heb mee de rug op. Ja, de rug op. Pin in de knip hebben. Ja, de maatsproef zou zeggen dat je dan pin in de portemonnee hebt, maar dat is... Ja, ja, goed, onder een jus. De batterij laten praten. De batterij laten praten? Ja. Niet dat het kan, maar... Nee, ja, dat... Nou, mogen ze toch doen? En hoe duurde dat dan? Scheet laten? Maar dan de druge, hè? Ging je nat? Druge? Nou ja, dat ja, werd, ja, daar ja, komt er pas dan nog achter, hoor. Ja, dus wat moet... Ja, ja, goed. Of? Goed? Nee, nee, is niet goed. Hij is... Nee, nou, nee. Nou. Immers voor vijf kans geven. En dan schelde eigenlijk iemand nu, toch? Ja, ja, op de donder geven. Voor het krieten van een haan. Voor het kraaien van een haan. Voor het kraaien van een haan. Kraaien van een haan. Nederlands. Voor het kraaien van een haan. Voor het kraaien van een haan. Zo dag en nou. Heel vroeg opstaan. Ja, helemaal goed. Alle punten. Nee, twee niet. Nee, alle punten, ja. Nee, acht punten verdienen. We kunnen dan naar de volgende opdracht. Nou, we gaan naar de volgende opdracht. Want ik kies zo meteen een paar vragen over Van Roy. En die mocht zich gewoon beantwoorden. Ja, ik zei juist Venlo, maar niet en als ze door een puntje voor Chris en als ze de helft goed gezag, als ze het helemaal goed hebben gezag, kiezen ze 2 puntjes. Eerste vraag. Wie heet Van Roy in het Van Royce en hoeveel inwoners heet Groet Van Roy? Roy? Ja. En hoeveel inwoners Van Roy heeft? 6.000. Nee, jong. 43.000. Oh, je hebt er alles. Potverdorie. Ja, hey. Ja, och, de hey. High bij je met alles je alles samen is 43.000. Ja, en Beppie telt voor 6. Hoe heette de... de overige dorpskernen die tot Van Roy behoren? IJsselstein. 1. Meerselen. Heide. Veulen. Oostrum. Ja, Oostrum is goed, hè, Belkje? Ja, hallo. Ja. Ja. Lune. Ja. Oorlog. Ja, Oorlog, ja. Wansum. Ja. Smak. Nee, dat is... Ja. Ja. Oh, nee. Of Loen. Nee, dat is helemaal niet. Nee, pas, loop maar. Kom maar. Nee. Ja, je hebt ze toch wel heel veel, dus één puntje kiezen wel. En Bitterswiek. Ja, dat, nu is het echt helemaal goed. 2 puntjes. En Gijs, hè? Ja. Ja, twee punten. Die vraag die blijft doorlopen. Oké, 2 punten heb ze ervoor gedaan. Wie heet het nieuwe project van Roy Schetsengilde, dat een interactieve ontdekkingstocht voor jongeren heeft samengesteld, gericht op cultuur en historie van Roy? Hey, dat hoor even snel, hè? Ja, die zou ik eigenlijk moeten weten, zeker, Mark. Ja, dat moet ze zeker weten. Pas. Ja, verdomme. Het wordt een jong Markend. Nee. Wie heet de beschermheilige van Roy? Ben ze katholiek? Ja, de vrienden is juist hier, dus ik geloof dat niet. Wel lang geleden. Ja. Zeg, mevrouw, je mag niks veel zeggen. Park de Witte Venne. Nee, verdorie, Witte Venne. Zeg eens nog voor. Nee, helaas. Het woord Oda. Oh, natuurlijk. Ja, Oda. Ik heb verdomme nog. Ja, verdomme nog. Woorden. Wat is de naam van het klinge beeldje op de Groote Markt? Dat die de mascotte is van de Venrijse Kolenval. Zit er een klein beeldje op de markt? Ah, verdorie. Het heeft te maken met Poorsen. Met Poorsen? Ja. De Poorsa's. Bino! De Pila's. Ja! Ja! Helemaal goed! Hoeveel puntjes hebben we verdiend? We gaan het even vragen. 5 punten. We zijn bij de volgende opdracht. De kreeg ze voorwerpen, in dit geval een gerecht. En dan mocht ze gewoon vertellen wat ze erover weet, kan ze puntjes verdienen. De tijd gaat nu in. Wat is het? Het gaat om dit, neem ik aan. Ja. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Mijn moeder is te gek op. Dat is balkenbrie. Ja! Yeah! Zit erin? Ja, van alles. Slachtafval, ja. Bloed, noem maar op. Spek, ja, belletje erin, ja. Dat is een veer, ja. Ja. En wanneer werd het gegeten? Ja, s'avonds denk ik, of niet? Op de boterham. Awesome. Boterham, of beet on beet, ik heb ontwikkeld. Beet on beet, beet on beet. Wat eet ze erbij? Een appel. Ja, ja! En siroop, want daar ligt er ook bij. Ja! Wauw! Wow. Oh, en het puntje van mijn jaar worden nog goed. Nou, we hebben... Het publiek wordt gek. We hebben de tien is ja. Stop de tijd. 1 minuut en 0,03 seconden. Dat wil dus zeggen dat zich... 9 punten! Wat spontaan en wat goed dat zich dat zo in één keer zo goed is. Dan gaan we door naar de volgende opdracht. Wij gaan door. We zijn niet binnen wedstrijd, hè, moet je je even voorstellen. Want de volgende opdracht is een commentaar. En vandaag zijn de verslaggevers Dwayne Holbach en Mike Teunissen voor deze hele leuke wedstrijd. Je zult in de wedstrijd zien, de kenste wedstrijd, en dan mogen ze commentaar opgeven. Kies er puntjes voor.
Ha, dan gaan we beginnen. Mocht ik de microfoon vastzetten. Goed, kom maar. Nou, veel plezier met deze wedstrijd. Nou, we zien hier mensen in Peron. En daar is het de startige van Parijs-Roubaix even belofte. Ja, er moet toch wel van goede huis komen om door te winnen. En je ziet hier de mannen. Mannen allemaal het controleblad tekenen. Allemaal hopen dat ze zuster op die wielerbaan in Roubaix aankomen. Maar uiteindelijk kan het natuurlijk maar ennen. En dan kan er wel zuster over de baan komen. En dan wordt uiteindelijk Mike Teunissen. Nou, dat ken ik niet. Dus we gaan even door. We zitten hier midden in de actie. En zo te zien hebben we hier iemand, een Fransman die hier aankomt zitten bij de kopgroep. Zie dus je die ergens, er zit genoeg oranje tussen, maar diegene die het makkelijkste reed, dat ben ik. Dus, dit is het. Nee, maar dat is mijn ploeggenoot, daarachter. Nee, daarachter. Dan moet je wel goed kijken. Oh, dit is niet. Lekker band van de Zwitser. Hop. De Zwitser, die zien we niet meer terug. Reek hem eraf en dan reed hem ook nog lek. Nou, dan reed hem lek? Ja, hij reed lekker. Ja, dat kun je beter tegen hem zeggen dan ik, maar... Hey, American, when you hear me, you are a pretzer. A very, very much pretzer. En hoe dan, wat je wil. Nou, ik reed dus in mijn eentje naar Roubaix toe, naar de baan. En ik had alle andere mannen achter mij. Nou, dan laten ze allemaal hengen aan die stoon. En dan gaan we door naar de volgende waar we wieveel puntjes hebben verdiend. Ja, toch een dikke 10, hè. Ik ben wel. We moeten die toch een beetje helpen. 15, denk ik. Dus ik kies 10 punten. En dan gaan we met het appeltje doen naar de volgende opdracht. Welkom bij de grote finale met Mike Teunissen, de wielrenner. Ik geef zo meteen een minuut de tijd om te gaan zeggen waarom dat het dialect zo belangrijk is. Kent ze 28 punten met verdienen? Nou, dan gaan we ervoor. 28 punten. Dat lukt ik nog niet, maar dat is Beppie nog niet gelukt, jong. Dat ben ik niet. Nou, zullen we anders gewoon een wetje leggen? Nou, gewoon even... Ik weet wel een leuk wetje. Nou, mag het? Ja, weet je wat? We gaan het gewoon doen. Ik ben de baas hier. Als het zwembad is nog redelijk vol, dus als die 20 punten verdient, spring ik in het zwembad. Ja. Ja, nee, als... Oh nee, ik kom je echt zelf voor gedaan. Als ik 24 punten haal, spring er geen zwembad. Oh nee. Dat vind ik een hele goeie. Ja, oké. Okay, ja. Je moest je het over hebben voor de televisie, ja? Nou, dat gaan we dan. Ik kies een minuutje de tijd, alsjeblieft. Nou, ik vind het natuurlijk heel belangrijk. Maar daarna is het natuurlijk ook hartstikke mooi om gewoon in mijn eigen taaltje eigenlijk gewoon, hoe zeg je te kunnen doen. En met mijn eigen kinderen te kunnen praten. Ik bedoel, en dan ben je toch een beetje een klein groepje. En dat verbindt natuurlijk toch veel meer als dat je allemaal in het standaard Nederlands praat of toch steeds meer ver kunt. En wat je natuurlijk niet moet vergeten is dat het ook nog hartstikke belangrijk is dat je Nevo Nederlands ook nog gewoon op dialect praat. Dan kun je toch ook handiger in het buitenland totalen spreken en zo. En in ieder geval, als ik persoonlijke ervaring moet spreken, dan moet ik gewoon even gaan. Ja. Dan moet ik toch zeggen dat de buitenlandse talen makkelijker gewoon, omdat ik met dit dialect toch al bepaalde dingen herken en zo. Rustig aan, dan moest niet over de 20 punten. En door met moet ik toch zeggen dat het eigenlijk hartstikke belangrijk is. En kijk, ik denk nou ja, punten, dat wordt wat lastiger, maar ik ga hier toch zeker nog wel de 20 punten mee halen. Ik wil er bij je lang. Dat moet er wel doen, want anders springt hij natuurlijk niet in het water. De 10 is hem, en het zijn echt geen 20 punten. Jury, kom maar. Wat is het aantal punten? Niet wel? Nee! Nee, kom op jongens! Nee! Body, we zijn krank! Hier zijn we nu 21 punten! Kom hier met die kapot! Oh nee! Nee, gaan we het doen? We gaan het gewoon doen jongens! Ik gewoon in het zwembad! Nee, jongens! Oh mijn god, het kan niet! Hallo! Nee, we kunnen dit niet doen jongens! Dit is gewoon... Hallo moedertje! Nee, dit is zo koud! Ik gewoon hè! 1! Ah! Ik durf niet! 1! Twee, waaah! Ah, dat is zo krank! Nee, doe wiekser! Doe maar zo erin! Kies alle punten! Help, schiet over de punten! Kies alle punten! Alle punten! Kom eraan! In de punten zwaaien! Volg gewoon even kijken naar het klassement. Help me! Ik hang niet de bref! Jongens, de bref is ook zo meteen. We gaan even afsluiten. We gaan afsluiten met deze uitzending van de VAR. Geef de microfoon. Ja, de kriem. We gaan afsluiten met deze uitzending van de Velke Kids. En die hoop ik volgende keer terug te zien bij een nieuwe aflevering van de Limbo Quiz van Velke Kids. Met Mike Tunissen. Mike, zeg eens even kijken. Oh. Houdoe! Adieu! Hoi! Tot volgende keer! Zoals gezegd hebben wij onze nieuwjaarsduik al gehad. Vroeg ook een heel schoon nieuwjaar en wilt je ons blijven volgen dit jaar? Like ons dan op Facebook en abonneer ons op YouTube.